Hallo kerstverliefde, ik ben Mark en ik ben nu vandaag weer terug met The Crown. Vanaf de ben ik hier gebleven en we hebben dus nu eindelijk een behoorlijke hoeveelheid geld weer die inkomt. We hebben dus ook geen last van de winter. Dat is natuurlijk ook wel heel fijn. En ik denk dat ik deze aflevering een aantal portals wil gaan slopen. Die gaan we natuurlijk ook wel even moeten slopen natuurlijk. Had ik hier toevallig al een katapult staan? Dat vraag ik me even af. Nee. Nou, laat ik die gelijk maar even maken. Als ik toch bezig ben. Dat is misschien nog wel even een verstandig idee namelijk. En dan moet ik aan deze kant natuurlijk nog een beetje gaan uitbreiden. Ja, ik zat even te denken, waarom moest ik aan deze kant uitbreiden? Nou, gewoon vanwege dat er verderop nog een stroompje aan de linkerkant zit van de farm. Hoe dan best wel handig kan zijn. Even kijken. Het regent en onweer nu best wel hard hier, zo te zien. Dus ik denk dat dus. Zou ik naar de linkerkant gaan aanvallen? Waarom niet? Ga ik dus dadelijk naar de linkerkant aanvallen. Om dan in ieder geval een veilige kant te hebben, denk ik. Ja, zo. Ja, ik moet er natuurlijk wel van uitgaan dat ik maar één knight hier heb. Zo, dan hebben we nu nog twee knights tegelijk bij, mocht het nodig zijn. Nou, dat komt wel goed. Dan moet ik eigenlijk nog even twee coins hebben van iemand. Is er iemand nog wat? Nee. Fuck. Ja, zodra ik twee coins kan hebben, dan heb ik genoeg. Zo, hoppakee. Want volgens mij zat er op dit eiland ook een soort van draak of zo, dat ook was. Die moet ik eigenlijk ook nog terug hebben, die dus vuur speelt. Oké, geen coins meer.
Top. Kijk maar, hier zit dat stroompje. Dus dat moet ik eigenlijk tot aan dit punt gaan uitbreiden. Dat is nog een behoorlijk eind. En natuurlijk ga ik deze knight ook wel een beetje helpen. Want ik kan natuurlijk ook nog een beetje wegblazen. Mocht het nodig zijn. Waar zit die portal precies? Oké, daar heb je hem. Ja, want dit is dus die aanval van die nacht. Oh god. Ah shit. Nou ja, dan laat maar. Dan moeten we maar weer wat nieuwe knights fixen. Ook goed. Maar we hadden volgens mij wel bijna de hele avond kunnen tegenhouden. Zo. Dag 20 alweer, holy damn. Ja, dan ga ik gewoon aan de linkerkant nog een beetje uitpaaien. Misschien wel even het beste om te kunnen doen. Het volgende muurtje wat we kunnen bouwen is pas hier, moet nagaan. Gaan we daar gewoon ook gelijk een muurtje maken? Misschien wel verstandig, ja.
We hebben in ieder geval wel weer twee muurtjes erbij. Dat is wel positief. Nice, ook nog wat speren hier. Oh ja, en een knight hebben we al. En een katapult. Ook mogelijk. Wacht, we hebben helemaal geen katapult. Aan deze kant dan tenminste. Oké, vaag. Maar in ieder geval, we hebben wel weer twee knights. Waarom gaat hij dan weer daar naartoe? Nou ja, het zal wel. Oh, dat hoeft er niet van, oké. Oh, we zijn er alweer bijna, dat is mooi. Oké, dan ga ik deze even upgraden en dan gaan we even wat bommen omhakken. Dat is wel even nodig natuurlijk. Ze hebben daar ook nog wel twee van die speermannen erbij zitten binnenkort. Zo, toppie. Er zijn er nog wat coins hier toevallig over. Het zou nog best wel handig kunnen zijn namelijk. Maar niks. Dat is jammer.
Oké, dan moeten we de volgende ochtend weer even wat bomen weghalen. Nou, hebben we binnenkort het beginnetje van de farm dus. Zo. Misschien heb je hier nog een aantal bomen. Oh, er zit er nog wel één boom tussen. Weg met al deze bomen. Mooi, nog twee coins. Ik kan niet toevallig ook nog een muurtje bij deze steen. Dan heb ik toch een goede plaats voor een blista. Denk ik niet. Nee, helaas. Of zouden we het tot deze moeten doen? Want dan hebben we hier wel gelijk een torentje voor zitten. Oké, ik ga deze knights even wat coins geven. Precies, is het de volgende. Dus dan kunnen wij in ieder geval de volgende dag. Kunnen we dan eventjes. Die poort aanvallen. Want ja, nu zitten we er wel een heel stuk dichterbij. Nou, voor de zekerheid neem ik hem toch wel even mee op de rug. Want ik wil natuurlijk niet dat hij zomaar weggaat. Ja, daar komen ze. Oké, gaan wij ondertussen weer even naar de andere kant toe. Kijken hoe het met die bakkerij daar gaat. Oh, niks. Oh. Dat is vreemd. Zo, 2 gems voor die ene hermit.
Dan wil ik wel eens even weten hoe het daar gaat. Deze die geeft ons dus die Night Toren of wat het ook mag zijn. Dat betekent dat we eigenlijk nog maar één Hermit moeten. Ik weet niet welke dat is, maar. Ik kom er vanzelf achter, denk ik. Oh, daar gaat hij al. Het is echt aan de rechterkant. Aan de ene kant handig. Shit, net één coin niet genoeg. Vorige aflevering was dat wel zo, dat ik wel net weer coins genoeg had. Wat zijn er al? Oké. Terug. Terug, Togo. Oh, wacht, er zijn hier twee knights. Niet dat monster. Fucking hell. Oeh, zo. Shit, shit, daar gaat mee in de Hermit, kut. Ripperino's, daar gaat dus even om Hermits. Oh, daar komt een krit aan. Jongens, schiet hem even af. Die heeft een boog. Oh nee, ze hebben weer een Hermit. Oh, gelukkig. God. Nou, dan gaat de andere hermit.
Oh, kut, sorry. Mailen. Denk ik eens aan het tiggelen. Ik was misschien iets te enthousiast. Ja, what the fuck kan ik nu nog? Ik kan beter gewoon opgeven. Dit is niet te doen. Take me, take me. Rip. Nou, dan weet ik dat in ieder geval is vervolg ook. Oh, mijn god. Oh, wat? Oh, oké. Okay. Nou, laat ik deze muur maar eens even fixen dan. Zou het toevallig nog meer geld dat je hebt? Nee, denk het niet. Nou, maar ik ga nu in ieder geval weer deze aflevering afsluiten. Dus dat betekent dat we helaas weer vanaf eiland 1 moeten beginnen. Dat geeft ons in ieder geval wel een kans om deze portal op het eiland te kunnen gaan slopen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Later.